NEC speelde zaterdagavond in Den Haag en het verloor met 1-0 van ADO. NEC kreeg meerdere mogelijkheden om op voorsprong te komen, maar een kwartier voor tijd besliste Mike Havenaar het duel. Na afloop spraken we met J-Roy Grot en trainer Peter Huballa. Wat is je commentaar op deze wedstrijd? Klaar betere team man, wij in alle belangen, in alle momenten, in alle fasen waren we beter. Verdedigend hebben we niet zoveel weggegeven, alleen een paar standaards en maar lange bal en 1-2 counter dingetjes. Goed voetbal gespeeld in de tussenruimte, afruimte. Maar we kunnen niet scoren, we kunnen heel slecht scoren, we kunnen niet afmaken. Dat is een heel groot probleem in ons team, sinds weken. Maar voor wie we voetbal spelen is geweldig. Ben je bij een wonderdokter geweest? Want je richtte je op Vitesse uit, maar heb je met Robben gebeld? Of? Nee, mijn lichaam herstelt heel snel, denk ik. En, het voelde goed, dus gelukkig. Ja. Fijn dat je er weer bij bent. Zeker, dank je wel. Dat je Grot laat starten, omdat hij toch de meeste goals heeft gemaakt? Ja, ik vind dat is ons beste spits, omdat hij heel veel dingen kan. Zo algemeen, also, hij kan de bal goed vasthouden, kan diep gaan. Heel fysiek sterkte, dat is toch heel belangrijk tegen ADO. Kan ook scoren, maar hij heeft dan nu ook niet 25 doelpunten gescoord deze seizoen. Maar heeft toch de meeste, heeft een heel goede indruk in de training laten zien. We hebben veel kansen gehad. En, ik heb de grootste kans gehad, die had ik gewoon moeten maken. Er was de wedstrijd misschien anders gelopen. Maar ja, soms in het voetbal zit het tegen en dat had ik vandaag. Wat vond je van je eigen spel? Ik had gewoon moeten scoren, dan was het alles geweest. Ik denk dat je vanavond wel tevreden mag zijn over het veldspel. Ja, 2017 ben ik tegen Pek Zwolle tevreden, tegen PSV tevreden, tegen Herakles tevreden, ook vandaag tevreden. Nog een keer, we waren klaar beter. Maar als je dan die kansen niet, even kansen ook creëert. En goed, dan moeten we iemand vinden die scoort vandaag. En dan, als de tegenstander dan nog één keer met een standaard, komen ze altijd terug. Jammer is natuurlijk vandaag dat we dan ook niet met één punt, als je helemaal niet scoort, dan moeten we proberen nog de nul te houden. Maar dat hebben we ook niet gehaald. En dat is natuurlijk heel teleurstellend. Maar de jongens worden beter. En daarom degraderen we ook niet.